Iedereen gaat op den duur door deze zure appel heen moeten bijten. Dit gaf minister Albert Bitana van TCT gisteren aan op een persconferentie van de regering over de crisismaatregelen die momenteel getroffen worden. De bewindsman geeft aan vooraf gesprekken te hebben gevoerd met de PLO omtrent de bustarieven. Hij weet dat de dieselprijs fors is gestegen, toch vraagt hij, ondanks de ontstane situatie, dat de rust bewaard blijft. Als de bustarieven nu weer omhoog gaan, zullen volgens de bewindsman, de PLO en het ministerie in een moeilijk parket komen te verkeren. Laten we niet nu gaan springen en schreeuwen over nieuwe tarieven. Laten we elkaar de ruimte geven dit. De omstandigheden, de marktwerking goed gade te slaan en dat we binnen een week weer bij elkaar komen. Die ruimte is gegeven, die ruimte is geboden. Ik heb ook gevraagd dat zeker vanuit de regering en de doelstellingen die we voor ogen hebben, dat we niet op zoek zijn naar tegenstanders, maar dat we op zoek zijn naar medestanders om deze problemen te lijf te gaan. En nogmaals, complimenten naar de PLO voor dit begrip. Ze hebben dat aangegeven. En natuurlijk is nog steeds aan de orde hoe gaan wij met de stijging van de dieselprijs, zo zullen we daarmee omgaan. De bewindsman zegt verder dat er vanuit de PLO begrip is geweest voor de maatregelen. Komende week zullen er volgens hem andere afspraken met de organisatie gemaakt worden. Het aspect van het wel of niet subsidiëren van de PLO blijft een heet hangijzer, zegt de TCT-minister. Maar dat voor nu belangrijk is dat we de rust bewaren. Ik neem in één adem mee wat zeker ook binnen de gemeenschap speelt. En dat is de routevergelijking tussen Paramaribo Nikeri en Paramaribo Achoni. Ook hierover hebben we gesproken en de PLO heeft ook aangegeven de geschiedenis hoe deze prijs tot stand is gekomen op dit tarief. En ik zal het toch heel in het kort toelichten. En dat is dus dat de bushouders in Nikeri op basis van de concurrentie die er heerst vanuit de vergunninghouders, de bushouders, maar ook de particuliere bushouders, dat deze groep een aantal jaren terug, houdt u mij ten goede, dat moeten wij als beide partijen nog achterhalen, maar dat deze groep bushouders zich toen hadden gebundeld en gevraagd hadden naar een ander tarief. Minister Albert Bitana van DCT. Hij sprak gisteren op de regeringspersconferentie over de gesprekken die hij heeft gevoerd met de PLO. De persbijeenkomst is gehouden in de congreshal. De bewindsman vraagt dat de PLO de rust blijft behouden, ondanks de gestegen dieselprijs.